1 op de 3 Belgen op beroepsleeftijd is vandaag niet aan de slag. En dat is ontzettend veel. Daarom moeten we de werkloosheidsuitkeringen aanpakken om mensen vanaf dag 1 aan het werk te helpen. En waarom? Omdat ondanks de coronacrisis vandaag ondernemingen en werkgevers alweer schreeuwen om talent. Maar 2 op de 3 bedrijven die willen aanwerven vinden vandaag moeilijk tot niet geschikt personeel. Die krapte op die arbeidsmarkt die helemaal herneemt, die dreigt het herstel of de relance van onze economie volledig af te remmen. En dat moeten we voorkomen. Wat kunnen we doen? We moeten werklozen en inactieven sneller dan vandaag terug aan de slag krijgen. We doen dat door snel aflopende degressieve uitkeringen die prikkels geven naar werk, plus een snelle begeleiding naar een nieuwe job of een opleiding.